De stemming der grote dagen. Nogal vertimmerde Portugese ploeg. Met een eerste doelschot daarvan Quinito. Dus uitslag 14 dagen geleden 4-3. Dat betekent dat 1-0 voor club voldoende is. Maar er moet gewonnen worden. En Boavista is een goede subtopper in de Portugese competitie. Dat betekent wat. Dus vorig seizoen vierde geëindigd. Op dit ogenblik ook vierde in de rangschikkingen. Is er altijd op met de geblazen. Leo van der Elst. Mamadou. Papin aan Keulemans. Verheyen. Met die zware linker. Eerste groot applaus. Tonanya. De spelmaker. Oh la la. Jens daar bijna helemaal verrast. We zijn nog maar 3 minuten ver. En Boavista al dichtbij een doelpunt via deze Braziliaan. Kazaka, goede dubbelpas. Ja, ja. Open kans. José Rafael. En die deed het een nonchalant. Reuze kans gemist. We spelen 6 minuten. Alweer erg ver. Niemand op de goede plaats. Van der Elst. Millimeters. Dynamiet in de rechtervoet. Bal goed laag houden. Maar millimeters naast. Dat zou moeten geel zijn, maar balvoordeel. Zegt Sanchez, Keulemans. Bijes. Naar binnen. Keulemans. Met het oog. Maar te zwak. Zoeken. Lang wachten. Traag naar voren. De Grijze nauwelijks een bal gezien. Werter. Dat kan dat worden. Hij is er weer. Zijn eerste Europese wedstrijd. En hij trekt een benarde situatie recht. Na precies een half uur. Want men zag het vertrouwen er zo uitgaan. Bij Brugge en het vertrouwen groeien. Bij Boavista. Ja, wel een zucht van verlichting. Dus Kwerter. Voorzet. En dan een oogopwippende Papin. En zijn eerste Europa-beker doelpunt. Keulemans. De Grijze, mooi hieltje. Papin. Ja, vandaar kan hij al. Alsjeblieft. Alfredo kon hem niet vasthouden. Keulemans. Bijens. Oh la la. En daar ontsnapt club opnieuw. Na die misser van Bijens. De Grijze. Binnendoor. Papin geen buitenspel. Kijk waar Alfredo is. Oh la la. Dat zou moeten rood zijn. Zien wat er komt, welk kleurtje dat is. Zijn gele kaart wordt gewoon weggesmeten. Het wordt geel. Walker. Caetano. Kazako, Frankie van der Elst moet daar naartoe. Walker. Dribbel. Safe, niet gedaan. Coelho, ja, ja. Club Brugge is nog niet thuis. 1-1. Coelho, de internationaal. En daarmee is Boavista weer geplaatst. Mamadou. Kwerter is daar. Direct. Keulemans. Vrij, kan er niet bij. Adayo eerst aan de bal. 1 minuut na doelpunt. Club Brugge bijna opnieuw voor. Kwerter.
Papin met de hand gered. Met de borst, zegt Sanchez. Dat zal de herhaling moeten duidelijker maken. En die krijgen we hier in Brussel niet te zien. Jullie in de luie zetel wel. We zijn 7 minuten ver en in die 7 minuten zijn er 7 minuten gespeeld op de Portugese helft. Boavista probeert nu nog enkel die 1-1 op het bord te houden. Geen goede tactiek natuurlijk. Howard zal dat graag hebben. De bal moet in beweging zijn, zegt Sanchez. Dus Papin. Laag en binnen. Als hij mag afdrukken. Hij kan toch zo geweldig die bal laag houden en goed plaatsen. Hij doet me inderdaad denken aan Raoul Lambert. Maar dan met een rechter in plaats van een linker. Jean-Pierre Papin, zijn tweede goal. En nu moet Boavista opnieuw in de achtervolging. Dus Vereijen als een sluwe vos. Lang genoeg gewacht tot ze niet meer vooruit durven komen. En dan Papin laag in die hoek. En dus 2-1, maar niet gedaan. We zijn aan de derde hoekschop bezig. In minder dan 12 minuten kwarter. Mamadou. Zou wat geweest zijn. Dus een club waarbij verschillende spelers totaal zijn stilgevallen. En één daarvan is Jan Keulemans. En dat zijn zaken die dan de hele ploeg voelt. Verrijken. Keulemans kwerter. Ja, verrassend schot. Zeker voor Alfredo. Papin of Leo van der Elst is nogthans een muur om een pasje opzij te geven. Eerst. En dat was Leo van der Elst van plan, dachten we. Maar Papin heeft het niet begrepen. Papin gaat het dan maar doen. Wat mensen toch. Dat is geen dynamiet meer. Dat is een atoomraket. Een zuivere hat-trick voor Brugge. Zuiver is er niet, want er is een Portugees doelpunt. Eerste Europa-bekerwedstrijd. 3 doelpunten, Jean-Pierre Papin. Wat gaat men in Frankrijk? Denk, kan zelf niet geloven. En Club Brugge plots uit alle problemen. En kijk nog eens wat er daar op Alfredo afkomt. De sukkelaar ziet niks komen. En ook niks passeren. 7 minuten nog. Kwerter. Keulemans. Verrijken. Ik zou zeggen, geef maar aan papa. Hè? Welles, ja, het was nog gevaarlijk ook. Walker met de elleboog, maar dat was onvrijwillig, dus geen handspel. Francisco Walker, die raakt moeilijk voorbij scheidsrechter Sanchez. Francisco. En Jensen in actie. Een vierde doelpunt zou nu nog enkel een orgelpunt betekenen. En zou trouwens helemaal niet de verhouding weergeven. Want... Dus geweldige zege via deze man. 3 doelpunten, Papin. Maar Club heeft het hier bijzonder, bijzonder lastig gehad tegen hem.